De kredietcoöperatie De Schakel bestaat vandaag 46 jaar. Vanmorgen vond de prijsuitreiking plaats van haar schoolspaarspectakel. Bij de viering van haar 45-jarig bestaan vorig jaar heeft de directie van de kredietcoöperatie een prijs uitgeloofd voor de leerlingen die het meeste zouden sparen. Vandaag, een jaar later, zijn de winnaars bekendgemaakt. In het geheel genomen zijn de leerlingen van OS Santoldorp als overwinnaars uit de bus gekomen. Diane Wielingen, directeur van kredietcoöperatie De Schakel, vertelt dat er aanvankelijk 9 scholen geselecteerd waren om mee te doen aan het spektakel. Helaas hebben niet alle scholen meegedaan. De scholen van Noord. Van de scholen van Noord is er 1 persoon, is er nog maar 1 school die uiteindelijk meedeed. Maar ook de scholen in Kommerwijnen, daar hebben we dus op een gegeven moment hadden we geen deelnemers van, maar wel van de scholen van Zuid. En de scholen van Zuid die zijn dus OS Santoldorp, OS Sunny Point 1 en OS Sunny Point 2. Maar vanwege het feit dat het aantal spaarders op OS Santoldorp het grootst is, hebben we dus ervoor gekozen om dus de prijsuitreiking te doen OS Santoldorp. En ik denk dat jullie elkaar wel een applausje kunnen geven, want van deze school zijn er 35 leerlingen die flink hebben gespaard. Een applausje voor jullie. Uit de 35 leerlingen zijn 3 in aanmerking gekomen voor een fiets. De overigen hebben echter ook een prijsje ontvangen. De derde prijs ging naar Sonali Kanai. Zij heeft het afgelopen jaar meer dan 400 SRD gespaard. De tweede prijs ging naar Amara Persson. Zij is echter geen leerling van OS Santoldorp, maar heeft ook meer dan 400 SRD gespaard. Sruti Kandai ging er vandoor met de eerste prijs. Zij heeft meer dan 500 SRD gespaard. De schoolleidster van OS Santoldorp, juffrouw Jurgens Asjong, was blij met het resultaat. Dit is het resultaat van, hoe heet dat in het West, Sruti? Ja, klasse 6. Dat ze die fiets, de aanmerking is gekomen voor die fiets. Ja? En dan ik mag de eerste zijn die erop mag. Ja? Schoolleidster Jurgens Asjong benadrukt dat het hier gaat om jong geleerd is oud gedaan. Als je vroeg begint met sparen, heb je daar later voordeel aan. De slogan van kredietcoöperatie De Schakel is dan ook: een appeltje voor de dorst bewaren. Daarvoor moet je bij kredietcoöperatie De Schakel sparen.